Nou, en aan dit lusje kun je eventueel je wandje ook nog leuk ophangen als je er een touwtje aan vastmaakt. Of je plakt hem mooi op een papiertje. Of je kunt er natuurlijk ook iets anders leuks mee doen. Misschien wel een mobiel maken als je er een heleboel vouwt. Hoi, welkom. Leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag met jullie wanten vouwen. Deze hele schattige wandjes. Een superleuke knutsel voor in de winter. En het is helemaal niet zo moeilijk om te doen. We gaan lekker aan de slag. Zorg alvast dat je je vouwblaadjes bij de hand hebt. En naast je vouwblaadjes kun je eventueel ook zorgen voor papier met een leuk printje erop. Want dat maakt deze wanten namelijk extra leuk. Nou, voor het vouwen van zo'n wandje heb je maar een half vouwblaadje nodig. Dus ik knip deze even door de helft. Ik vouw hem alvast dubbel. En dan ga ik even de helft van afknippen. Maar ik ga hem gelijk op mijn papiertje met print leggen. Want die ga ik namelijk ook gebruiken. En die heeft dezelfde maat nodig. Die ga ik namelijk zo op elkaar vastplakken. Nou, door ze op elkaar te leggen hoef ik maar één keer te knippen. Zo. De zijkant. Nou, dan pak ik mijn lijmstift er even bij. Zo. En deze die plak ik er dan precies bovenop. Kijk, als je dubbelzijdige vouwblaadjes hebt, dan hoef je dit natuurlijk niet te doen. Dan ben je waarschijnlijk al klaar. Met een half vouwblaadje. Dan heb je aan twee kanten al een mooie kant. Nou, dat heb ik niet. Ik wilde graag twee verschillende kanten. En nu heb ik aan de ene kant paars en aan de andere kant een leuk patroontje. Nou, dit vouwblaadje of dit halve vouwblaadje, dat ga ik nu voor me leggen. En ik ga allereerst, ik doe trouwens de print even boven, want die wil ik aan de buitenkant hebben. En ik vouw allereerst even een klein dun randje om. Dat wordt namelijk dat randje hier van die wand. Zo. En als ik dat gedaan heb, draai ik mijn vouwblaadje weer om met de paarse kant boven. En die vouw ik dan even dubbel. Zo. Nou, dat mag je ook weer openvouwen. En dan mag je de zijkanten naar die lijn vouwen die je er net ingevouwen hebt. Zo, netjes erbovenop. Andere kant ook nog eventjes. Naar het midden. Nou, zo ziet dat er nu uit. En nu mag je dit lange blaadje dubbel gaan vouwen. Dus deze kant gaat naar beneden. Precies op de andere kant. En dan maak ik weer een vouwlijn. Nou, die flap die je nu net naar beneden hebt gevouwen, die ga je nu opzij vouwen door hem schuin omhoog te vouwen. Zo. Kijk. Nou, die duim is zo wel heel erg dik, dus ik ga deze kant, deze flap hier, ga ik nu bovenop die andere kant vouwen. En terwijl ik dat doe, dan zul je merken dat hier, als je je vinger hier ook een beetje instopt, dat dit omhoog gaat komen. Zo. En dat driehoekje hier, wat omhoog kwam, dat vouw je nu weer plat. Zodat deze twee kanten mooi op elkaar liggen. Kijk. Zo ziet dat er dan uit. Dus dit kantje. Kijk. Ik zal het nog een keertje even zo laten zien. Als je deze hier op deze kant fout, dan gaat dit automatisch al omhoog. Kun je je vinger hier een beetje in doen. En dan vouw je dat driehoekje hier zo plat. Nou, je wand is alweer bijna klaar. Ik leg nog even deze kant aan de bovenkant. Ik ga nu even de puntjes van de vinger omvouwen. Aan deze kant. En deze kant ook. En dat doe ik ook nog even aan de bovenkant van de wand met deze puntjes. Niet plat.
Zo. Nou, kijk eens. Zo is dan een heel mooi wandje, toch? Nou, als finishing touch knip ik nog even een klein strookje van dat stukje paars wat ik over heb. En dan maak ik nog even een lusje mee aan de wand. Dan is hij helemaal compleet. Nou, en dat lusje, dat plak ik hier tussenin. Zo. Hopla. Nou, en aan dit lusje kun je eventueel je wandje ook nog leuk ophangen als je er een touwtje aan vastmaakt. Of je plakt hem mooi op een papiertje. Of je kunt er natuurlijk ook iets anders leuks mee doen. Misschien wel een mobiel maken als je er een heleboel fout. Een superleuke winterknutsel als je het mij vraagt in ieder geval. Ik hoop dan ook dat jullie deze video weer leuk vonden. Dus ja, geef hem dan nog even een duim omhoog. En voor meer leuke wandenknutsels kun je ook nog even verder kijken op ons blog via het linkje daar. Want we hebben nog allerlei andere leuke knutselideeën voor je op een rij gezet. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe creatieve video. En ik hoop jullie dan natuurlijk allemaal weer te zien. Hoi!